Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga zo meteen naar Maximus samen met mijn vriend. En dan ga ik hem lekker poetsen. En daar wil ik jullie graag bij in meenemen. En met Stanley weet ik nog niet wat ik ga doen. Maar zijn jullie benieuwd wat ik vandaag allemaal in de planning heb? Zou ik zeggen, blijf zeker kijken. Lekker bij Max, lekker eten. Hé Max, lekker hè. Jezelf lekker poetsen. Ja. Met z'n vriendje. Ja. Ik ga lekker eten, ik ga lekker poetsen. Dat begin ik altijd met deze poestoel. Hé? Ja. Maar hij is lekker vriend. Deze borstel. Ze los haar op te verwijderen. Ik heb van Stan ook zo eentje nodig. Deze was van Stan. Hoefjes proberen. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik ga mijn best doen. Maar goed, ja. Ja, braaf. Braaf, kom maar. Dat was braaf. Nu ga ik de achterkant proberen. Schil met een cap op. Die ik nou alleen niet ben. Heb je niet zoveel eten voor je achterkant? Goed je? Kom maar, Maxi. Goed zo. Goed zo, jongen. De andere kant proberen. Even kijken of deze aan de kant wil. Zo de kant. Goed zo. Braaf. Kom maar, Maxje. Deze kant even proberen. Goed zo, braaf. Oh, die benen blijven staan. Goed zo. Goed zo, jongen. Nog een keer.
achterkant proberen. Kom maar, voetje. Kom, deze kant voetje. Ja. Raaf. Goed zo. Goed zo, jongen. Die was knap, hoor. Ja. Zo. Goed gedaan. Oh, hi Jack. Kom je ook even kijken. Ben je dat zo goed gedaan? Ik ga voor je hoofdje nog even doen. Oké, kan weer dicht. Dit was Maximus' poetsroutine. En hij heeft heel goed zijn hoepjes optillen. Daar heb je nog wel eens moeite mee. Maar hij deed heel goed. Hé, Boef? Ja. Ik kan niet meer eten onder zijn neus zetten. Nou, ik ga nu naar Stanley. Wat ik ga doen, weet ik nog niet met hem, want het waait behoorlijk hard. En Stanley geeft er meestal niks om. Die vindt het allemaal wel prima, vooral als ik in de binnenbak aan het rijden ben. Maar afhankelijk of er mensen aan het rijden zijn, ga ik of rijden of misschien toch wat grondwerk met hem doen. Want ik ben druk bezig voor mijn audities. Tenminste, die wil ik binnenkort gaan opnemen. Voor mijn opleiding. Maar goed, daar moet ik natuurlijk wel goed voor oefenen. Dus mijn focus ligt heel eventjes op het grondwerk. Dus ik denk dat ik dat ga doen met hem. Wat ik ook nog heel graag zou willen doen een keer. Maar daar heb ik jullie hulp bij nodig. Ik wil heel graag een keer een vloggers bepalen mijn dag doen. Ik heb het al eens eerder geprobeerd. Alleen kreeg toen op dat moment weinig reacties. Op zich is het helemaal niet erg, maar was wat lastig om daar toen over te filmen. Dus omdat mij dat heel leuk lijkt, wil ik jullie vragen om mij te gaan volgen op Instagram. Ik zal even hieronder neerzetten wat de link is. Namelijk Havelingen_Stanley_Maximus. En dan wil ik op mijn Instagram account jullie bepalen mijn dag gaan doen en daar dan een video van maken. Dus lijken jullie dat ook leuk? Zou ik zeggen, kijk even op mijn Instagram account en volg mij. Dus nu naar Stanley en zien of de bak te doen is, of tenminste niet in de buitenbak is natuurlijk veel wind, dus dat kan ik sowieso niet filmen. Ik heb nu ook geen filmen bij me, dus ik weet niet of ik goed grondwerkmateriaal kan krijgen. En anders wil ik het wel heel eentonig op de video's worden. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga naar Stanley. Nou, ik ben nu op stal. Het waait behoorlijk hard. Dus ik ga even kijken waar die van mij gebleven is. Volgens mij was er iemand aan het rijden, dus ik weet niet of ik kan filmen. Maar in ieder geval, ik ga nu eerst even kijken waar die uitspoot. Wat ik ook nog even wou vertellen, ik wou eigenlijk deze week een andere video opnemen, alleen mijn filmer was ziek. Dus helaas heb ik een beetje moeten improviseren, dus heb ik nu een soort poetsroutine video gemaakt en een beetje met Stanley erbij. Ik heb hem gevonden. Ga je nu mee? Ja, gaan we niet in mijn vingers happen. Weet je best, ik heb niks. Kom, gaan we bij mee. Kom hier jij. Kom. Neem je mee? Mijn liefde? Ga je me achterna? Zo, jij leg. Dat zit ik aan het zijn, ja. Hé, kijk, hij volgt mij. Het is voor het eerst in zijn leven dat hij mij volgt. Oh nee, dat niet, maar... Hé? Normaal gesproken blijft hij staan. En dit keer volgt hij mij. Kijk, hoe leuk. Ik heb geen halsen nodig, want die heb ik hier. En ik alleen de snoepjes. Hé? Ja, je ruikt je nieuwe bikje. Ja, je gaat lekker met mij mee. En dan gaan we wat doen. Ja. Ik denk dat ik in de buitenbak wat grondwerk ga doen. Wil maar blijven. Ik kan alleen mijn camera niet neerzetten. Want ik ben bang dat mijn camera wegwaait. Maar nu ga ik hem eventjes wel zijn hossel omdoen. Want we zijn daar bij het hek. En anders loopt hij. Hele andere kant op. Doeg. Nou, ik heb Stijn eventjes grondwerk gedaan en gelongeerd. Ik kon niet filmen, want het was nogal veel wind. En anders was ik bang dat mijn camera weg was. Dus hij deed het goed.
En nu ga ik even zijn eten klaarmaken. Ik heb trouwens een nieuw product voor Stanley, voor zijn artrose. Dat schijnt heel goed te werken. Als ik het goed uitspreek, heet het collageen. En ik ben heel benieuwd of hij het gaat eten. Dat is de volgende vraag. Nou, ik heb het nu heel goed gemengd. Hij heeft honger. Kijk eens hoe lief hij kijkt. Dus, eens zien of hij het allemaal wil eten. Kijk eens, kerel. Hij liep net al tegen de deurstal aan te stampen. Dus hij heeft honger. Net of hij wat tekort komt. Hij is dik zat. Maar goed. Lekker, hè? Vind je het lekker? Nou, tot nu toe vindt hij het lekker. Dan hebben we dan maar even de vraag. Soms eet hij alles heel goed en in één keer denkt hij, ik mag dat toch niet. Maar in ieder geval, nu eet hij het. Dus ja, daar ben ik eigenlijk wel blij om. Het is best wel poeder weer, een poeder. Trek van al die poeders voor. Maar goed, alles voor zijn atroze beentje. Want ik wil natuurlijk zo lang mogelijk, ja, dat hij er zo meer mogelijk last van heeft. Zodat we lekker onze opleiding kunnen doen en nog lekker veel plezier van elkaar kunnen hebben. En dat jij zo meteen mag helpen Maximus voor kids mag maken. Hé jongen? Ja. Dus, maar dat doen we nog wel een paar jaar. Max is nu 9 maanden, dus het doet nog wel eventjes. Nou, hierbij ga ik mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat ik volgende week de video heb die ik eigenlijk nu online wou zetten. Maar goed, dat is dus niet gelukt. Dus we gaan een nieuwe poging wagen. Ik hoop dat jullie alsnog deze video leuk vonden. Dan eet u een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Mochten jullie nog leuke ideeën hebben, laat het me weten. En tot de volgende keer. Doei doei!